Dit is de 80-jarige Haji. Op 9 juni vorig jaar staat hij klaar om op vakantie te gaan naar Marokko. Amar, zijn neef, die zal hem wegbrengen naar het vliegveld. Maar omdat hij nog even iemand moet helpen, is Amar een half uurtje later. Als hij uiteindelijk aanbelt, doet zijn oom niet meer open. In plaats daarvan treft hij de verdachte, Sala A. En hij uh, steekt op me heen met een, uh, met een uh, ja, grote keukenmes eigenlijk, of zeg maar een slagenmes. En op dat moment is er een worsteling en ben ik in één keer in een, in een gevecht beland waar ik, waar ik voor mijn leven zelf ook moet vechten eigenlijk. Amar weet zich na een worsteling en vijftien angstige minuten in het appartement uit de voeten te maken. Voor de zoon van het slachtoffer, Karim, doet het dubbel pijn als hij zijn neef dit verhaal hoort vertellen. Ik kon geen vrij krijgen die zaterdag. Toen heb ik aan hem gevraagd of hij mijn vader weg zou brengen. Hij zegt nooit nee natuurlijk. De verdachte Sala A is een ver familielid. En waarschijnlijk was die uit op de duizenden euro's die Hadji zou meenemen naar Marokko. Het is voor Karim moeilijk te geloven dat juist een familielid en niet een vreemde dit zijn vader zou aandoen. Ja, die klap is extra groot natuurlijk. Hè? Dat hij hem zelf binnengelaten heeft, vol vertrouwen. Ja, ja voor vertrouwen. Ja. Voor Amar is het nog niet afgelopen als hij eenmaal buiten staat. Hij gaat naar de politie om te vertellen wat er is gebeurd, maar wordt zelf aangehouden. Er moet worden uitgesloten dat hij iets met de moord te maken heeft. Na zes dagen in de cel is hij compleet gebroken. Een prachtig leven, zeg maar, met alles erop aan het draaien. Leuk gezien, leuke baan. Alles eigenlijk voor elkaar. Uh, en dan in één keer ben je alles kwijt. Wonderbaarlijk genoeg koestert hij geen wrok. Sterker, politie en justitie hebben een geweldig werk verricht, vindt hij. Want nu hebben ze een sterke zaak tegen de verdachte. Ook al heeft hij daarvoor moeten lijden. Het is gewoon wel de broer van mijn vader, natuurlijk. Dus uh, die zes dagen, ja, het zei zo dan. Het zei zo. Het was gewoon het lot.